als we kijken naar de situatie in Suriname, dan zijn er heel wat momenten geweest waarbij er vanuit de samenleving toch wel misschien het gevoel ooit is gaan reizen van dat de regering hun misschien ergens is vergeten. Het kan. Het kan gebeuren. Het kan gebeuren dat een kind soms voelt alsof mama of papa hun niet ziet staan. Maar dat hebben we op geen moment gedaan. We hebben wel ervoor gezorgd dat wij continu kijken naar hoe wij een bepaalde balans zouden kunnen creëren. Want zoals we allemaal weten, was vanaf dag 1 al bekend dat het heel zwaar zou zijn voor Suriname. Gezien dat wij heel wat van de zaken hebben mogen inventariseren, het is goed om even terug te brengen, hebben we ook meteen mogen zien dat de problemen veel groter zijn dan wat wij hebben verwacht. Intussen waren we van start gegaan met het herstelplan. SOSAVO was zeker voor 60% tot 70% belast met de verschillende punten als het gaat om sociaal opvang creëren naar de samenleving. Binnen het herstelplan hebben we het sociaal vangnet gehad. En als we praten over het sociaal vangnet weten we dat we verschillende overeenkomsten, maar zo ook afspraken hebben met organisaties internationaal. En dat wij alvast focus hebben gelegd aan de 4 doelgroepen die SOSAVO dan heeft. Dat is dan de personen met een beperking, dat zijn de seniorenburgers die AOV ontvangen, dat zijn de sociaal zwakke huishoudens, maar dat zijn ook de kinderen die AKB ontvangen. Apart van kinderbijslag die via de ambtenaren dan worden betaald. Dus we hebben toch heel wat in kaart moeten brengen. En bij het in kaart brengen wil ik de samenleving ook informeren hoe wij zo ver zijn gekomen. Dat wij apart van een sociaal vangnet ook een sociaal programma hebben mogen ontwikkelen als regering. Bij het inventariseren hebben we gezien dat er een groot achterstand was. Een groot achterstand waarbij we heel wat in miljoenen hadden moeten inlopen. Intussen, richting 2022, eerste halfjaar 2022, hebben we bijna alle achterstanden mogen inlopen. Het was een grote uitdaging geweest, vooral als we praten over het binnenland. We zijn naar Kwamala Samute geweest, Tipu, al die andere dorpen die in het binnenland zitten hebben mogen aandoen. De vicepresident, natuurlijk de president die ook enkele van de locaties aangedaan, de vicepresident. Maar zo ook ik en mijn directie, zodat wij weten en zien hoe het aan toe gaat in het binnenland. Kustvlakte hebben sowieso aangedaan en de mensen die per transactie hun gelden gingen ontvangen, die hebben we zo goed als mogelijk dan up-to-date mogen brengen. Wat was een van de grootste uitdagingen? Dat was dan onze Explo. Dat was het logistieke. Waarbij het bedrag veel hoger was dan wat de regering dan ging reserveren voor de verschillende ontvangers. En daar moesten we overstappen. En als oplossing hadden we dan het Giraal systeem, Financial Inclusion. Zo is financiële inclusiviteit dan in leven geblazen. Er zijn verschillende ministers voor mijn tijd die dat hebben geprobeerd of op hun manier hebben uitgevoerd. Conditional cash transfers, Brunchi Futamara, etc. Maar de tijd staat niet stil. We gaan verder. Als we praten over technologie gaat het ook verder. En zo hebben we vergeleken met verschillende Latijnse landen, maar zo ook het Caribisch gebied en verder. En hebben het Social Beneficiary Program mogen implementeren. Waarom het belangrijk is om het Social Beneficiary Program dan aan te geven, is omdat bij het uitvoeren van een sociaal programma, dat wij dit als fundament, het systeem als fundament zullen gebruiken om landelijke ieder tegemoet te komen. Dus richting het Social Beneficiary Program, waarbij we alle achterstanden al hadden ingelopen in het eerste halfjaar 2022, waarbij we zelfs, we kennen het allemaal nog, dat wij ook medisch de samenleving ondersteunen, niet alleen financieel, maar ook als we praten over gezondheidszorg, dat we hebben gezorgd voor BASO en BZV, dat er een bepaalde stabilisatie momenteel is, dat vanuit de samenleving toch wel grote delen van de samenleving geholpen zijn geworden. Dat de ondersteuning vanuit de regering naar de samenleving niet alleen zit bij het financiële 1, het inventariseren 2, het inlopen van de achterstanden 3. Dat we zeker als regering tot 3 keer toe de verhogingen hebben mogen implementeren voor de verschillende categorieën, beleidsmaatregelen binnen het sociaal vangnet van de 4 categorieën die ik net noemde. Dat wij ten aanzien van BASO BZV dat volledig hebben mogen aanpakken. En dat we uiteindelijk het systeem, ons bestand in 2022, ik denk om het echt goed in de buurt van november, dan up-to-date hebben mogen brengen. Want er is vaker gezegd in DNA van, minister, werkt u met een vervuild bestand of met een bestand dat eigenlijk achter is. Intussen hebben we dat mogen updaten. En dat is allemaal het fundament geweest
waarbij apart van de subsidies die ook vanuit SOSAF worden gegeven aan de instellingen, apart van de uitkeringen die worden betaald, de reguliere ondersteuning die wij al geven, medische meerkosten, gezondheidszorg, als we praten over woningen die in brand zijn, als we praten over acute noodsituaties, als we praten over woningbouwsubsidies, zijn we uiteindelijk als regering naar verder gegaan en eigenlijk een beetje uitdagend verder gegaan, dat we zeggen van er is een bepaald standpunt bereikt, een bepaalde situatie, dat wij alle subsidies moeten gaan afbouwen. Dat is niet wat de regering aan het begin wilde hebben. Dat is ook niet, natuurlijk, als we kijken naar de situatie van Suriname, iets dat we meteen naartoe gingen grijpen of zouden grijpen. Maar gezien onze financiële situatie, gezien onze crisissituatie, niet alleen in Suriname, internationaal, dat wij stappen moeten gaan nemen van hoe wij een bepaalde Tongan zeg je taiberen zouden moeten doen. En hoe wij dan een bepaalde opvang zouden mogen creëren. Dus dat is de reden van één, het ontwikkelen van een sociaal programma. Waarom sociaal programma? Nogmaals, het is dan veel breder dan alleen een sociaal vangnet. Het sociaal vangnet behelst alleen de vier maatregelen binnen SOSAVO, het bestand van sociale zaken en volkshuisvesting. Maar bij het afbouwen van subsidie gaat het niet alleen om het bestand van SOSAVO, die misschien niet alle sociaal zwakkeren die ooit misschien tot de middenklasse hoorden, dan zouden kunnen opvangen. Zo is er dan een besluit genomen dat vergeleken met de 7 beleidsmaatregelen, enkele van ze zijn de medicamenten, vaste lasten zoals water, gas, EBS, oftewel elektriciteit. Daarin hebben we ook nog basisgoederen meegenomen. Daarin hebben we ook nog meegenomen transport. Dus we hebben verschillende zaken dan op het oog, waarbij als we praten over het afbouwen, dat wij sowieso bewust van zijn dat het bestand, als we praten over sociaal zwakkeren en degenen die hulp nodig hebben, veel groter zou zijn dan wat SOSAVO momenteel of toen had. Aan de hand daarvan hebben we dan als cluster van ministers gezeten in opdracht van de president, dat hij dat clusters heeft samengesteld of gemaakt. En de clusters hebben dan gezeten, gekeken naar de verschillende afbouw van subsidies en ook gekeken van hoe zouden we opvang kunnen creëren. Uiteindelijk, na enkele presentaties vanuit SOSAVO, hoe wij willen overstappen naar het giraal systeem, financial inclusion, heeft de regering besloten van dit, het social beneficiary program, zal dat programma zijn, welke zorg zal dragen dat de samenleving de verschillende geld, of dat geld, althans financiële ondersteuning, koopkrachtversterking bij deze, die 1800, dan zal kunnen ontvangen. Die 1800, wat ieder soms vraagt van, maar ja minister, 1800, hoe bent u daarop gekomen? Is niet met een natte hand, of met een natte vinger berekend. Die 1800 zijn door verschillende deskundigen, verschillende adviseurs, verschillende ministeries, hebben gezeten, hebben gesproken door de deskundigen, de PIU, die ook in het levensgeroepen door de president heeft ook gezeten, met verschillende deskundigen, stakeholders, adviseurs, bureaus, die gezamenlijk met de PIU dan adviezen zou kunnen geven aan de regering, gezamenlijk met SOSAVO. Zo is het bedrag van 1800 gerold. Het is onderverdeeld uit de 7 beleidsmaatregelen wat ik eerder heb genoemd, waar subsidie wordt afgebouwd. Als we vandaag een voorbeeld de vraag zo stellen van minister, bent u momenteel nog steeds content met die 1800? Toen ja. En ik herhaal toen ja. Nu ben ik voorstander dat we het opnieuw bekijken. En verder uitbreiden of hoger brengen, hoger op, verhogen, wat u wilt. Want, nogmaals, het sociaal programma zelf is niet statisch, het is dynamisch. En sowieso deze minister, het ministerie van SOSAVO, de PIU, mijn team van directieleden, we zijn bereid dat als de regering dan vraagt of de opdracht geeft, de president, de vicepresident, van het is tijd en de financiële middelen zijn er om de bedragen opnieuw te berekenen, dan of course, dan zullen we dat doen. Maar voor nu hebben we als fundament gebruikt wat wij als informatie toen hadden als het gaat om armoedegrens, oftewel netto inkomen van een gezin van 6.000, als het gaat om de combinatie, als het gaat om criteria, dat wij allemaal dat wat toen is vastgelegd per missieve, dat we dat als fundament is gebruikt. En waarom? Wat is de reden? Want de meeste mensen zouden vragen, ja maar de tijd is toch veranderd de afgelopen dagen, weken of maanden. We moeten een fundament hebben.
om het werk te kunnen verrichten. Het moet grondslag hebben, toch? Ergens als u beleid gaat uitvoeren. Intussen, met hetzelfde beleid, oftewel grondslag wat we hebben gebruikt als missie, we hebben zeker richting de nu, als we vandaag, de laatste update was 24 april. En als we vergelijken met de registraties die nog steeds gaande zijn, zitten we zeker boven de 60.000 aan registraties. Boven de 60.000 betekent dat toen er een prognose werd gemaakt door de voormalige werkgroep, gezamenlijk met de verschillende stakeholders, ABS was ook betrokken en al die anderen, dat er een prognose was gegeven van 60.000 huishoudens, dat wij kunnen verwachten dat die huishoudens zouden gaan tot 80.000. Was er of is er kritiek vanuit de samenleving en wat hebben we daarmee gedaan? Vanuit de samenleving natuurlijk. Als we praten over brainstormen, als we praten over uw zorgpunten delen, als we praten over adviezen geven. Behalve het te krijgen vanuit de volksvertegenwoordigers, staan we er natuurlijk open voor de verschillende comments, om het zo te zeggen, zorgpunten, et cetera, van de samenleving. En een van de zorgpunten was, minister, kunt u het zo laagdrempelig houden? We hebben zeker tot 3 keren toe, als we kijken naar onze formulier voor koopkrachtversterking, hebben mogen wijzigen, oftewel, u mag ook zeggen corrigeren. Want nogmaals, het is een beleidsmaatregel geweest die per besluit genomen is, gewoon een projectmatige beleidsmaatregel, om het zo te noemen. Waarbij als er nog wat zaken zijn die gecorrigeerd zouden moeten worden, waarbij men, als ik kan nog herinneren waar video's nog viraal gingen, dat men zegt, maar ik woon in een huurhuis, ik heb de kwitanties niet bij mij, ik woon onder één dak, of onder één dak zijn er meerdere appartementen of kamers die verhuurd worden, hebben we dat ook allemaal meegenomen. Dus aan de samenleving, ik wil ze geruststellen, al uw zorgpunten zijn meegenomen. We hebben het zo laagdrempelig gehouden en zelfs bij het installeren, niet lang terug van onze beoordelingscommissie, heb ik nog zelf mogen aangeven dat wij zo veel als mogelijk ernaartoe moeten werken om zo coulant mogelijk te zijn richting de samenleving. Er zijn wat voorstellen gerold als het gaat om de seniorenburgers, wat voorstellen gerold als het gaat om de personen met een beperking, als het gaat om, noem maar op, verschillende doelgroepen. Dat is allemaal meegenomen. Allemaal meegenomen. En we hebben ervoor gezorgd dat we het hebben mogen implementeren. Ik ga u een voorbeeld geven van de personen met een beperking en de sociaal zwakke huishoudens, waarbij zo'n persoon een beperking heeft. We hebben naar het bestand gekeken van SOSAVO alvast, omdat daar zij al zijn vastgelegd, zijn meegenomen. Dat is zeker die 18.100 aan geregistreerden. Die hebben sinds januari 2023 hun koopkrachtversterking mogen ontvangen. Dat terwijl we nog steeds subsidie geven voor de verschillende producten. Maar er is een uitzondering gemaakt door de overheid, door de regering, om ervoor te zorgen dat wij nog steeds ons sociaal gevoel tonen en ervoor zorgen dat onze broeders en zusters met een beperking dan op die manier worden geholpen. Dus terwijl er nog steeds subsidie wordt uitbetaald, dat zij alvast sinds januari 2023 hun koopkrachtversterking ontvangen. We hebben het apart gehouden, de 2 bedragen, de reguliere overmakingen van de uitkeringen en koopkrachtversterking voor nu. Reden waarom? Zodat het makkelijk te onderscheiden is. Zodat men dan weet van dit is het bedrag waarvoor de overheid eigenlijk koopkrachtversterking uitbetaalt. Zijn er missers? Of course, er kunnen missers zijn. Er kunnen ook personen met een beperking zijn die nog niet zijn geregistreerd. Of waarbij hun stukken nog niet in orde zijn. Die kunnen alsnog dat in orde maken, zodat ze in aanmerking kunnen komen. De sociaal zwakke huishoudens die al in het bestand voorkomen van SOSAVO, hebben ook meteen meegenomen. Want er is gevraagd van minister, wij staan toch, of althans een van de pijnpunten, een van de zorgpunten was, wij staan toch al in uw systeem. Zouden we opnieuw moeten registreren? We hebben niet lang terug mogen tonen dat dat niet nodig is. Het enige wat men nu moet doen, als ze de bekendmakingen volgen van SOSAVO, is dat ze hun beschikking, papieren beschikking, meenemen en dat inruilen nu voor simpelweg hun eigen pinpas, hun eigen Monicarta. Nu is het nog steeds de naam Monicarta, maar de bedoeling is om volledig over te stappen naar het Social Beneficiary Program. Dus als we praten over financial inclusion, als we vragen van minister, is dit financial inclusion? Nee, nog lang niet. Dit is het fundament wat we leggen. Dit is dat we de mensen alvast opvoeden hoe je moet omgaan met zo'n plastic pasje.
Want in Suriname zijn we gewend, cash is king. In vele Caribische gebieden en Latijns-Amerikaanse landen is dat nog steeds zo, cash is king. Maar langzamerhand, als wij willen zorgen voor een bepaalde efficiëntie, effectiviteit, en als wij de samenleving binnen handdruk willen helpen, dan is het digitaal systeem toch wel waar naartoe we moeten leunen. Als we kijken naar de verschillende ontwikkelde landen, hoger ontwikkelde landen dan Suriname, als het gaat om China, als het gaat om Amerika, dat het heel makkelijk gaat om resortgewijs, wijkmodel, als er wateroverlast is of noem maar op, dat ze binnen handdruk die mensen dan een financiële injectie kunnen geven. Maar dat is nogmaals, geld geven is nog niet alles. Geld geven is, ja, bij Sosavo zeggen we willen niet alleen, niet alleen vis geven, maar ook een hengel. Of u leren hengelen, toch? Anders is het visie, maar ook toe aan. Maar om dat te doen, momenteel in deze situatie van Suriname, moeten wij u momenteel voorzien van vis, om het zo te zeggen, figuurlijk. Dus financiële injectie is momenteel nodig. Het is niet de eerste keer dat wij als regering een financiële injectie hebben gegeven. Koopkrachtversterking om alvast deze 7 beleidsmaatregelen die we dan afbouwen ten aanzien van subsidie, dat we via die 1800, oftewel koopkrachtversterking, binnen het sociaal programma dan de samenleving tegemoet komen, is alvast een van de stappen. De reguliere uitkeringen blijven gehandhaafd, die worden nog steeds uitbetaald. Ten aanzien van de zorgpunten van de samenleving hebben we dat meegenomen en verwerkt in onze formulieren gezamenlijk met de PIU en mijn directie. En we willen ervoor zorgen dat u maandelijks straks de verschillende uitbetalingen, uitkeringen dan zal ontvangen. Ik heb net gesproken over de mensen hebben hun beschikking mogen inruilen voor een pinpas. Daarin hebben we niet lang terug in Paramaribo zijn we alvast van start gegaan. Zo ook zullen alle andere districten volgen. Hebben we de achterstanden, ik zei u, we hebben een achterstand mogen inlopen tot en met eerste halfjaar 2022. Intussen, voor de verschillende districten, behalve Marowijne en Saramaka, hebben we de achterstanden ook meteen mogen meenemen sinds januari 2022 tot maart 2023. Dat de mensen die nu een pinpas ontvangen van Sosavo, conform de bekendmakingen, dat ze die achterstanden in één keer ontvangen. Dus dat betekent dat wij vanuit het ministerie, dat we langzamerhand maar zeker ervoor zullen zorgen dat wij zelf ook die achterstanden creëren. Want het is zo dat wij er tegen zijn, maar het is ook zo dat wij voor een bepaalde periode een achterstand hebben kunnen of hebben mogen constateren die wij zo snel als mogelijk moesten inlopen. Dus er worden nu al bedragen voor mensen die al hun pinpas hebben ontvangen in ruil voor hun papieren beschikking. Waarbij bedragen tussen de 11.000 richting de 16.000 dan worden overgemaakt. Dat is let wel alleen het achterstand met de verhoogde uitkeringsbedragen. Apart daarvan krijgen ze meteen hun koopkrachtversterking opgetopt op hun rekeningnummer, op hun pasje. En we willen dan ervoor zorgen dat in de toekomst, nabije toekomst, dat alle ontvangers van de uitkeringen en koopkrachtversterking dan niet meer cash zullen gebeuren. Het cash systeem brengt heel wat moeilijkheden met zich mee. Het cash systeem brengt heel wat gevoeligheden met zich mee. En met gevoeligheden bedoel ik dan dat er makkelijk diefstal gepleegd zou kunnen worden. Dat wij beroofd zouden kunnen worden. Dat administratief het heel wat romslom met zich kan meenemen. Dus er zijn toch wel, als we het gaan overwegen, het positieve met het negatieve is het beste. Zowel voor de overheid als voor de ontvangers. Dat wij die overstap maken naar volledig giraliseren van het betaalsysteem, van onze betaalmodel. Er is een statement, oftewel mededeling gedaan in DNA, waarbij de president aan de hand van de verschillende gesprekken, de bonden met de klussenteam van ministers die belast zijn met de vakbonden, dat er een voorstel, oftewel een besluit is uitgerold. En dat is dat de ambtenaren in aanmerking zullen komen voor die 2500. Wat ik wil aangeven is, binnen de onze regeringsvergadering was het voorstel dan uitgerold. En daar waren er wat voorbeelden die gegeven werden, waarbij als de president dat zou bekendmaken, dat deze ambtenaren dan niet meer hoeven te registreren voor koopkrachtversterking. Want die zullen dan krijgen via hun salarisadministratie, om het zo te noemen. Dus dat is goed nieuws voor degene die nog niet zijn komen registreren. En natuurlijk voor de PIU, voor het team van Sosavo, is het wel een taak erbij nu om de ambtenaren uit de registraties te lichten
omdat die op een andere manier met een veel hoger bedrag, omdat zij vanaf mei pas zullen krijgen, dat zij gelicht zouden moeten worden uit het bestaan van koopkrachtversterking. Wat betekent dat het sociaal programma momenteel nog breder is geworden. Dat we niet alleen praten over een sociaal programma waarbij 4 categorieën van de reguliere uitkeringen worden uitbetaald, maar dat nu welke laatst is goedgekeurde koopkrachtversterking aan de niet-ambtenaren als ambtenaren toen, dan iets is bijgevoegd van koopkrachtversterking nu alleen voor niet-ambtenaren en de ambtenaren op een andere manier dan tegemoetkoming zullen ontvangen van de regering. Dus daarom nogmaals aan alle luisteraars wil ik dat aangeven nogmaals, het is niet statisch ons sociaal programma, het is dynamisch en als regering afhankelijk van de situatie, dan zullen dan de noodzakelijke wijzigingen dan plaatsvinden en besluiten uitrollen. Nou, als we kijken naar ons bestand van koopkrachtversterking. Ik zei het al, vanaf januari zijn we van start gegaan met een bestand van 18.100 om alvast hun die koopkrachtversterking uit te betalen voor januari, februari, waarbij we, ik denk om het ten goede, laatste week februari van start zijn gegaan met 1 launch van onze landelijke digitaal registratiesysteem, maar zo ook meteen onze fysieke registratiesysteem, waarbij de PIU met de directie en hun team, dat ze volledig naar alle districten zijn afgereisd om ervoor te zorgen dat die betrokkenheid er is, dat men wordt wakker geschud. Van luister, de regering heeft een beleidsmaatregel geïmplementeerd waarbij het een voordeel is voor u als sociaal zwakkere. En waarbij infosessies zijn gehouden met verschillende werkarmen binnen het district, of het nou vanuit de DCS of het nou vanuit de DA-kantoor is van SOSAVO. Waarbij verschillende stakeholders zijn geïnformeerd om ervoor te zorgen dat de registraties naar binnen beginnen te rollen. Reden waarom, nogmaals, er is een bedrag van 1,2 miljard door de regering dan toen goedgekeurd om een sociaal programma uit te voeren. We gaan dan richting maart, waarbij we nog steeds zaten met die 18.100. 1 personen met een beperking en deels sociaal zwakke huishoudens. Waarnaartoe heel hard is gewerkt om het bestand zo snel als mogelijk dan richting onze doelen, die 60.000 gezinnen, dan te mogen realiseren. We hebben voor april het zo ver mogen brengen dat we bijna het dubbele dan momenteel hebben aan registraties. Voor april zullen we meer dan 31.000 gezinnen dan uitbetalen aan koopkrachtversterking. Daarin zitten ook nu sociale, of althans daarin zitten nu ook de seniorenburgers die zijn meegenomen. Dat betekent dat niet alleen de personen met een beperking, niet alleen de sociaal zwakke huishoudens, maar nu ook dan de seniorenburgers die koopkrachtversterking zullen merken op hun bankrekening. We hebben gefocust om richting eind mei, te gaan naar 50.000. En nogmaals, wat de bedoeling is, dat we die 60.000 halen. En daar is er dan een tijdlijn gegeven voor eind juni, dat we die 60.000 al moeten hebben behaald. Als we kijken naar onze werkprocedure, onze tempo, dat ik er sowieso geloof in heb, dat we eerste helft van juni dan die 60.000 sowieso aan geregistreerden al hebben verwerkt. En dat zij hun gelden dan mogen verwachten volledig, het volledig bestaan van 60.000, eerste week juli. Dus dat is een tijdlijn wat ik de samenleving wil aangeven of wil doorgeven. Voor april, waarbij u binnen de 10 eerste dagen van mei uw koopkrachtversterking zal merken, die 31.000 gezinnen, zullen dat binnen de eerste 10 dagen van mei dat merken, willen wij in mei dan eraan toewerken dat we tenminste van de 31.000 richting de 50.000 groeien aan gezinnen die dan koopkrachtversterking dan ontvangen binnen eerste week, eerste 10 dagen van juni. En het werk van juni, waarbij we het willen brengen naar 60.000, zullen deze 60.000 gezinnen het merken binnen de eerste 10 dagen van het nieuwe maand juli. Dus ik hoop dat daarmee wat duidelijkheid dan gebracht is naar de samenleving. Er was wel een zorgpunt van minister, hoe zit het met dat van die TWK? Ja toch wel, dat is een van de vragen die men liever van mij hoort dan van de deskundigen. Er is over TWK gesproken en u mag verwachten dat we sowieso ervoor zijn gaan pleiten. Maar ik moet u ook aangeven, we moeten ook weten hoe wij efficiënt en effectief dan moeten omgaan met de weinige middelen die we hebben. 1,2 miljard is goedgekeurd natuurlijk, maar hoe gaan we daarmee om? En hoe gaan we om met het feit dat straks het bestand veel groter zal zijn
dan die 60.000. En hoe gaan we ermee om? Dat als wij moeten kijken dat het bedrag misschien verhoogd zou moeten worden, dat, hoe we dat zullen aanpakken. Dus als we kijken naar het bedrag, vastgesteld bedrag van 1,2 miljard, moesten we gaan kijken van hoe zit dat met TWK. Sowieso wil ik aangeven voor degenen die al hun gelden hebben ontvangen en degenen die al in het bestaan voorkomen, dat ze sinds januari hun gelden al zullen krijgen of al hebben ontvangen. En voor degenen die pas hebben geregistreerd, dat vanaf de dag van goedkeuring, dat u dan uw TWK zult krijgen. Dus let u alsjeblieft op. Er is vanuit de regering al een besluit gerold, een missieve gerold. Dit is het besluit van de regering, waarbij er vele voorstellen waren dat TWK voor degene die pas registreren, de nieuwe registraties apart van degene die al in het bestand voorkwamen van SOSAVO, dat vanaf de dag van goedkeuring dan uw TWK dan zult krijgen. Dus ik hoop dat dat een stukje duidelijkheid brengt en dat ook de problemen van de wereld verhelpt in de zin van dat er geen vragen en onduidelijkheden meer ten aanzien van dat onderwerp dan zit. Want die heeft u het vandaag zelf van mij gehoord. Tot slot, wat is de bedoeling van het sociaal programma? Wat is de bedoeling van een sociaal vangnet? Wat is de bedoeling van de verschillende projectmatige besluiten van de regering als we praten over opvangen van de samenleving, terwijl wij weten dat alles duur wordt? Dat alles duur wordt kunnen wij niet tegenhouden. Als wij kijken naar de ontwikkelingen internationaal, dus buiten Suriname, zijn er heel wat zaken dat buiten ons hand ligt. Oorlog en noem maar op. Dus wat ik wil aangeven, beste broeders en zusters, en ik zal het ook in het Tsranetongo doen. Brada nangasa, want tusani uno apna anu. Maar de regering, we suku alla fasi fuchara verlichting kong. En alla momenti, alla day, alla wiki, a situatie kan kenki. En nanga kenki dati, we suku fuchara balans in aminri. A balans, tak pe wasan ei opo, pe desan sa unu sref no apna na anu, ei kring in prijs, tak alla fasi we suku fa ukang kong a volk tegemoet. Dus bij deze broeders en zusters, wat wij proberen te doen, en bij deze SOSAVO als trekker, waarbij de regering, de president, de vicepresident hebben aangegeven welke richting op wij moeten gaan, kunnen wij niet wegvegen dat straks het besluit, of althans straks het wordt uitgevoerd, dat alle subsidies worden afgebouwd. Maar bij het afbouwen van de subsidies hebben we wel ervoor gezorgd dat wij zo snel als mogelijk het sociaal programma implementeren. Door middel van het implementeren van het sociaal programma, toen sociaal vangnet en nu veel breder sociaal programma, proberen we dan balans te creëren om ervoor te zorgen dat u als sociaal zwakkere dan wordt opgevangen. Dat wij weten dat de middenklasse in een bepaalde situatie verkeert straks, dat zij ook die opvang nodig hebben. Wat we willen aangeven, want heel veel mensen zullen zeggen, maar minister, alleen het financieel geven aan hun is niet genoeg. U moet ze uit de armoede brengen. Maar we moeten beginnen. We moeten ergens een start maken. En dat is alvast, ik heb het figuurlijk gezegd, vis te geven. Financiële injectie. Basisgoederen te geven. Ik weet dat heel veel mensen er tegen zijn, de basisgoederen. Maar dat is een tijdelijke opvang, dat van die voedselpakketten. Dat we dan kunnen overstappen naar de structurele. En dat is dan een social beneficiary program. Waarbij we dan koopkrachtversterking dan willen uitbetalen aan u. Dus voor nu, beste broeders en zusters. Brada Nangasisa, we gaan afisi fusi. En if afisi gibba, de oroko samen. Samen, samenleven, a volk, na regering, oroko samen. Voor mek a ukutiki. Dat Yusrefi in de toekomst kan zorgen voor uw eigen visie. Ik dank u.